kom je overal tegen waar je op bent op die ringen. Ja, dat is leuk man. Hoe vinden jullie de foto's? Prachtig. Mooi. Ik vind ze echt mooi, ik kende het al. Tenminste, ik kende wel een paar foto's van zijn werk, van Gerrit Oteman. Dus ik vind het echt heel mooi. Ja, wat is zo bijzonder aan die foto's? Die koppen, die mooie koppen allemaal. Hij weet ze gewoon goed te portretteren. Ja, een bijzondere collectie mogen we wel zeggen. Gerrit Oteman natuurlijk, die alle mensen onderweg tijdens zijn werkzaamheden op de wagen heeft geportretteerd, is het natuurlijk een uniek document van allemaal, nu in dit geval zijn het allemaal Wieringers, die hij onderweg tegenkwam. Want dit zijn 30 portretten uit zijn reeks, maar dat zijn duizenden portretten van eigenlijk overal waar hij rijdt, maakt hij portretten van mensen die hij onderweg tegenkomt, die de vuilnisbak buiten zetten, of die daar lopen of bezig zijn. Die vraagt hij dan, mag ik je portretteren? Natuurlijk ook Koos Breukel, portretfotograaf die de toneelvereniging Succes heeft geportretteerd. Dus hier zijn ook weer twee fotografen. En er zijn natuurlijk op Oosterland zijn landschapsfotografen. Martin Kers, hele grote icoon van de Nederlandse landschapsfotografie. Man is 79. En samen met Jeroen Hofman. En Jeroen Hofman is weer een jongere icoon van de landschapsfotografie. Dus dat is een heel mooi beeld. En Martin Kers heeft ook weer een verslag over het veranderende landschap gemaakt. Vooral in de Wieringermeer. Ja. Dan gaan we naar Stroe in het Wieringer Eilandmuseum. Daar is dan één fotograaf vertegenwoordigd. Dat is Marco Bakker met het Groot Palingboek. Ook met Wieringer palingvissers erin. En de alom bekende Wieringer palingbitterbal. En van daaruit kun je dan ook weer naar Den Oever en dan Studio Blank. Toen vader ze nog rond met hun boot. En toen lagen ze hier in dok bij Luit. En dat duurde enkele maanden. En toen heeft Marijke over alle dijken op Wieringen dan over de dijken gegaan. Dus het hele eiland, voormalige eiland rond. En heeft ze heel Wieringen zo gefotografeerd, zo van Den Oever helemaal rond en weer terug naar Den Oever. En dat is een prachtig document geworden nu natuurlijk, want dat was allemaal nog van voor de dijkverhoging. Maar die zijn eigenlijk altijd een beetje blijven liggen. Dat is natuurlijk een behoorlijke periode terug. Dus dat 42 jaar en dan is de dijk nu heel erg hoog. Ja, het is toch prachtig om Wieringen te zien. Er zijn natuurlijk heel veel van generaties daarna die Wieringen niet zo kennen. Dus dat kunnen ze naar aanleiding van deze foto's is het ook heel leuk om dat te zien, hoe Wieringen er toen uitzag.